Dit programma wordt u aangeboden door i13 Media, uw livestream specialist van alle soorten events. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van In Gesprek met Klaas vanuit het Bruincafé, het Piersplein in Tilburg. Vandaag is mijn gast Nico van Galen Last. Hey, het rijmt. Ja. Nico, welkom in Tilburg. Dankjewel, Klaas. Welkom in het Bruincafé. Ja. Ik vind het leuk dat jij in bent gegaan met mijn uitnodiging om ook een keer te komen babbelen over het ijshockeyverleden van vroeger en het heden. Ik heb wat informatie links en rechts natuurlijk via het archief van Tilburg Trappers ingewonnen en op social media en op internet. Debuut gemaakt in het eerste van Tilburg Trappers op 16 september 88. Als ik goed geïnformeerd ben, 5 seizoenen voor Tilburg gespeeld. Dat maar klopt. We beginnen bij het begin. Ja, ja, dat is wel heel lang geleden. Leeuwarden, hè? Ja, daar ben, ben ik nog niet eens begonnen. Ik ben in de jeugd begonnen bij Heerenveen. Bij Heerenveen, ja, oké. Ja, jaar of 12 of zo ben ik begonnen. En ja, god, in Heerenveen is het zo dat iedereen eigenlijk schaatst. Ja. Dat is heel erg, zeker in die tijd. Iedereen had een abonnement en kon gewoon vrij schaatsen. En daar deed ik ook altijd. En toen zei er een man tegen mijn vader, want die had mij zien schaatsen, van de zoontje van jou kan wel aardig schaatsen. Is dat niks voor hem om een keer te komen ijshockey? Nou, en ik ben met toen van mijn vader 's avonds thuis, is dat niks voor jou? Ik zei, nou, dat vind ik wel heel erg leuk, pap. Dan zei hij van, nou gaan. Maar ik kon wel aardig voetballen. Dus ik voetbalde in Heerenveen. Uh-huh. Dat was toen overigens allemaal amateur hoor. Maar goed, ik kon wel aardig ballen. Dus die zei van, ja, dat moet je zelf weten, als je dat wil doen. Maar ja, goed, ik één keer trainen met de jeugd, met Thialf heette het toen nog. Thialf, ja, ja. En als je als ijshockeyer of als sportman één keer zo'n uitrusting aan mag, ja, daar kan geen voetbal tegenop. Hè. Je kan een paar schoenen aantrekken en een paar sokken, maar daar is toch geen schaatsen of een grote body protector, een helm op. Voel je meteen helemaal een kereltje. Ik ben altijd heel klein geweest, tot mijn 16e. Was ik altijd de kleinste in de klas. Dus ik heb de eerste 3-4 jaar heb ik altijd 1 of 2 jaar jonger gespeeld. Omdat ik wel mee kon, maar fysiek absoluut niet mee kon. Okay. Maar ik vond het zo leuk. Mijn voetballen is veel minder actief, zeg maar. Dus met voetballen ging ik wel mee tot dan de C- en de B-junioren. Op mijn eigen leeftijd, maar met ijshockey niet. Dus ik heb het eerst altijd samen gedaan. Maar dat werd een beetje te veel. En, toen ging ik groeien. En ijshockeyde ik. En toen kwam ik in de B-junioren en toen speelde ik wel al in de leeftijd, want toen was ik gaan groeien. En bij voetballen ook in de B-junioren, ik voetbalde ook in de Friese jeugd en in de Noordelijke jeugd, de beste 16 Friesland, Groningen en Drenthe. Mm-hmm. Dus ja, het werd een beetje allemaal te veel, toen kreeg ik wat groeistuipen en zo. En toen zijn we naar de dokter geweest en zeiden, je moet toch wel even wat gaan kiezen, want het wordt een beetje te gek. Ja, ja. Ja, en toen heb ik gekozen voor ijshockey, terwijl ik eigenlijk op dat moment eigenlijk veel beter kon voetballen. Maar mijn 3 beste vrienden zaten bij ijshockey en ik vond ijshockey gewoon altijd veel leuker. Mm-hmm. En ja, zodoende ben ik verder gegaan met ijshockey. En toen was het al Veenster? Of, toen was het eerste team was wel Veenster, de jeugd ook. Mm-hmm. En ik ben in het eerste gekomen toen ik een jaar of 19 was. Toen kwam ik bij de selectie. Ja, eigenlijk al een beetje eerder. Dan mocht dat, was wel heel erg leuk bij Veenster Flyers. Daar hadden ze na de B-junior kwam eigenlijk normaal gesproken een A-junior en hun hadden een Future Flyers team gemaakt. Okay. Allemaal talentvolle jongens, voor Heerenveen begrippen dan, bij elkaar in een team gezet en dat liep zo'n beetje door tot een jaar of 23. En daar zat ik dan ook in op mijn 18e of 17e. En speelden wij in de Belgische competitie mee. We kennen nog wel, vroeger weet je wel, in België en Luik en al die teams speelden daar. Wij speelden allemaal goed, die grote kleerkasten ook, speelden tegen mannen van 30, 34 met 17 jaar en jij met je 65, 70 kilo tegen die 100 mannen. Ja, ja. En wij speelden altijd dan veel weg in Duitsland of in België. En in die tijd mocht ik dan al wel vaak met het eerste meetrainen. Toen heb ik ook wel een debuut gemaakt, want wat deden ze dan bij Veenster Flyers? Daar hadden ze de maandagochtendtraining, dat was dan optional. Dan mocht je kijken of je kon komen. Ja, ja. Nou, Veenster was in die tijd heel erg geprofessionaliseerd. Mm-hmm. Dus die maandagochtendtrainingen. En toen vroeg Larry altijd, als we in het weekend speelden tegen een zwakke tegenstander, dan zei hij altijd tegen de jongens, keek hij zo in het rond, tegen het team. En who wants to be free next weekend? Nou, en dan zaten de jongens al, weet je wel, McDonald en Stadler en Jack de Heer. Want die wilden eigenlijk niet spelen tegen, ja, genuanceerd, tegen de mindere, Geleen uit, Den Bosch uit. Liever niet mee. Dan hoefden ze ook niet mee met de bus, mochten ze gewoon thuis blijven van Larry. Van Larry? Ja, van Larry, ja. Larry van Wiering. Ja, van Wiering, ja. Okay. En dan vroeg hij altijd, die jongens, die optional, de jeugd, wil jij mee of wil jij mee? Hè? En dergelijke. Nou, en wij... Ja, we wilden natuurlijk dolgraag mee. Ja, dat maakt mij niet uit als ik s'avonds in Geleen moet spelen om 8 uur s'avonds op zondag. Yeah. Ik moest alleen school vragen dat ik de volgende ochtend vrij mag gaan. Want ik kwam natuurlijk 4, 5 uur s'ochtends. Want Heerenveen ligt natuurlijk niet naast Geleen. Nee, dus, maar dat deden we heel graag. En dat is eigenlijk de eerste keren dat we in het eerste terecht waren. Nou, dat is zo doorgegaan. En de Future Flyers Wing werd ik geselecteerd voor het eerste. Ik kreeg een hele mooie brief van de toenmalige manager Karel van der Wal. En dat ik tot de selectie behoorde. En we gingen op trainingskamp naar Finland. Oké. Okay. Voor de eerste keer kostuum kopen. Want bij Larry moest je natuurlijk in kostuum. Je mag niet een spijkerbroekje ergens komen. Hè? Ja. En ik ken voorbeelden. Hè? Of je nou Jack de Heer heet of Brian de Bruin of een hele grote jongen. Als je hier met die spijkerbroek aankwam in de wedstrijd. Hey. Terug. Nou, niet mee. Ja. Bus goal. Ja. Of je nou tegen Amsterdam moest spelen. Hey, dat waren de regels. Dan deed je niet mee. Dan kon je gewoon niet mee. Wegwezen. En dat was wel grappig, Brian de Bruin die kwam ook altijd wel in zijn spijkerbroek, maar die had zijn nette broek altijd over zijn schouder. Die wil altijd in de bus mee. En deed hij ze daar ook. Ja. Sorry, ik ben een beetje te enthousiast. Geeft niks. En dus die deed het dan altijd even andersom, en die kleden zich daar altijd op. Ja, dus dat ging. Nou, en toen gingen we naar Finland, toen hadden we trainingskamp. En zat er tegenaan, weet je wel, een beetje meespelen, et cetera, et cetera. Maar ik werd eigenlijk gebeld door Leeuwarden, die voor dat jaar voor het eerst eredivisie speelde. DLJ Leeuwarden was dat. Mm-hmm. Nou, en Scott Hinter werd daar de trainer-speler-coach. Die kon ik natuurlijk, omdat hij daarvoor al bij Heerenveen speelde. En die had mij gevraagd, zou jij niet bij ons willen komen spelen? En toen dacht ik, nou dat zal best wel een hele goede kans zijn voor mij, want dan kan ik een heel seizoen spelen. En dan kan ik heel veel meer leren, want als ik bij Veenster Flyers kom, kan het... Zou het best wel eens zijn dat ik 5e, 6e of 7e verdediger word. Want de ijshockeykennis weten wel in de tijd wat voor team dat was. Ja. Dus ik ben toen naar Larry gegaan. Ik zeg, luister, zo en zo. Scott heeft gevraagd of ik bij hun kan spelen een seizoen. En ik zou dat graag willen doen, omdat ik daar veel meer kan spelen. Maar ik wil wel dat ik niet uit gratie val dan bij Heerenveen. Want ik wil wel graag wel terug kunnen komen als het kan. En toen zei hij van, nou, dat vond hij zo'n geweldige mooie oplossing. Hij zegt, man, you have to go for that. Nou, dus mooi. Ik heb dat gedaan en ik heb daar een jaar gespeeld. Mm-hmm. En er zijn meer jongens gevraagd. Die hebben het allemaal. Dat was de ene tijd en de tweede tijd, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik. Ja, ik ben heel slecht in de jaartallen. Ja, maar goed, jij hebt een lijstje, dus het kan heel goed zijn. Ja. Dus dat klopt ook wel, want dan ben ik 20. Hè? Dus, en toen heb ik daar een heel seizoen gespeeld. En powerplay, penalty killing, we werden wel ene laatste in de gewone competitie en in de play-offs werden we, omdat Valkenburg failliet ging, kregen we een stuk of 6 van die Nederlands-Canadezen erbij voor de tweede helft. Dus werden we tweede in die promotie-degradatie. Toen speelden we nog met 12 tot 14 teams in de Eredivisie. Hè? Dat is nu wel even anders met nog 4 over. Maar daar komen we later wel op, denk ik. En dus dat heb ik daar gedaan. Het jaar daarna werd ik gewoon weer geselecteerd. Oh, nee, sterker nog, ik zal je vertellen. Larry zei tegen mij, dan ga ik ervoor zorgen dat je je gewone contractgeld behoudt. Alleen de bonussen krijg je niet. En we kregen toen 100 gulden per winnende wedstrijd bij Veenster Flyers bonus. Ja. En ik zat natuurlijk op school. En daar hadden ze 54 wedstrijden en we wonnen er bijna 52. Dus dat was wel geld, hè? Dat is geld. Dat is nou al geld, maar dat was toen ook geld. Toen ook. En als schoolgaande jongen was dat wel heel veel geld. Dus, maar goed, ik kreeg niet de bonussen, maar ik kreeg wel nog gewoon mijn eigen geld. Nou, dat heb ik gedaan. Aan het einde van het seizoen werd ik weer opgeroepen. En ik vertelde ook nog net eventjes dat er waren meerdere jongens die dat ook gevraagd waren. En die deden dat niet. Mm-hmm. Maar het seizoen daarna begonnen we te spelen. Gingen we weer naar Finland toe. En, de eerste opstelling komt. En dan zegt Powers en Gordon en Stadler with Nick. En ik zat, wat heb ik nou? Ja. Geen Theo Noten, geen Piet Noten. Hij zet mij... Naast die twee jongens. En Peter Bol, die had ook een heel seizoen gespeeld. Ook niet spelen. Evert-Jan. Oh nee, Evert-Jan kwam later. Dus ik denk, what the fuck. Ik mag spelen meteen, hè. Dus ik ik moest tegen die Finnen en ik heb eigenlijk de voorbereiding naast Robin Stadler gespeeld. En dat ging hartstikke goed. En natuurlijk in die tijd, als het when the going gets tough, the tough gets going, gingen ze met 3 defense, dat komt toen allemaal nog. Ja, ja. Dan moest ik wel zitten. Nou, ik had het te danken natuurlijk, ik had het hele jaar gespeeld. Ja. En, ja. Ja, en dat scheelde ook heel erg goed. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ja, en toen werd ik een volledige teamspeler. We werden ook nog kampioen, dat was het 7e jaar van Veenster Flyers. Dat we zijn 7 jaar achter elkaar kampioen geworden. Mm-hmm. Het laatste jaar zat ik er dan nog bij. Mm-hmm. En dat jaar daarna verloren we in de finale. En dat was eigenlijk de kentering ook van Veenster Flyers, dat er nieuwe sponsoren kwamen en zo. Mm-hmm. Nou, daar heb ik ook nog eventjes gedaan met de Frederiks Flyers, is het nog geweest. Ja. En toen kwam ik van Siels af. En daar heb ik gedacht van, nou, ik moet mijn ijshockey gebruiken om mijn maatschappelijke carrière verder uit te bouwen. Nou, met mijn Siels is het lastig om in Friesland, Groningen, of Friesland of in het noorden aan de bak te komen. Mm-hmm. Toen dacht ik van, nou weet je, ik ga gewoon tijdens de WK, want toen zat ik inmiddels ook in het nationale team. Ik ga daar, want er zijn ook altijd al die voorzitters en zo. Dan ga ik daar gewoon een beetje vestjes uitgooien. Nou, toen waren er 3-4 teams die zeiden, nou, ik kan wel bij ons spelen. Ik zei, nou moet je maar een baan zoeken. Ik woonde toen al samen met mijn vrouw, nu mijn huidige vrouw, toen mijn vriendin. Ik zei, ja dat is prima, als je maar voor mij een baan zoekt en voor mijn vrouw een baan, dan vind ik het prima. Nou, en zodoende ben ik in Eindhoven terechtgekomen, omdat ik daar ook meteen kon gaan werken. Kennen toen Ineke al uit Eindhoven uit? Of is het Eindhoven? Nee, ik ken Ineke al vanaf mijn 16e. Vanaf uw 16e? Dus, zeg maar vanaf de B-junioren. Zo. Ja, ja, maar woonden zij toen ook al in Friesland? In Gorredijk, ja. Oké. Okay. Ja, ja, wij woonden in Heerenveen en zij woonden in Gorredijk. En toen zijn jullie samen naar Eindhoven even kijken, zijn we samen in Helmond terechtgekomen. Helmond. Ik moest binnen 2 maanden een huis hebben. Nou, dat lukt in Eindhoven lukt dat niet. Mm-hmm. In Helmond te kusten te keur in die tijd. Nu lukt dat ook niet meer. Nee. Maar tijden veranderen, dat zien we wel. Hè? Ja. En dus toen zijn we daar terechtgekomen. En Ineke is daar gaan werken en ik ben daar gaan werken op de ijsbaan en op het zwembad. Dus kon ik was eigenlijk de manager van alles op de ijsbaan. Schoolsportdagen, schoolschaatsen geven. Toen hadden ze ook nog heel veel trimschaatsen, dus dat deed ik ook. Mm-hmm. En dan hadden ze ook nog een tuigteam. Dat waren allemaal jongens die met justitie in aanraking waren gekomen. Die hadden ze een ijshockeyteam van gemaakt. En die kregen ook 2 keer in de week 1,5 uur trainen. En dat deed ik dan ook. Nou, en allemaal van dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja, en al met al hartstikke leuk. En in de zomer dan in het zwembad, zwemlessen geven, et cetera. Dat was eigenlijk mijn opleiding, hè? Want zie je, heb je dat dan. Alleen, het is wel heel veel onregelmatigheid. Hè? En toen kwam er een keer een man op de ijsbaan en die was voor een lichtreclame. En ik ben altijd brutaal, denk altijd van, probeer dat soort dingen verder te denken. Mm-hmm. En toen zeg ik tegen die man, joh, ik heb nog 14 uurtjes in de week over, af en toe. Heb jij niet een baantje? En toen zei hij, nou ja, ik zal eens kijken. Toen werd ik de volgende dag gebeld of ik assistent bedrijfsleider wilde worden in de sportzaak in Eindhoven. In Eindhoven? Ja, en daar heb ik toen voor gekozen. Ja. En sinds die tijd ben ik niet meer uit de retail weggegaan. Verknacht aan het ijshockey en uit de retail. En in de retail, ja, dat klopt. Okay. Nou, een heel lang verhaal, hè, met een behoorlijke inleiding. Maar goed, het is wel iets dat... Goed, ik heb hier dan... Dat zullen we nog wel herinneren. Dat was, ik denk het afscheid van Heerenveen. Ja, dat is het afscheid van Heerenveen. Ja. En dit is dan de B-junioren, waar we ook kampioen van Nederland mee zijn geworden. Ja. Dat zijn schitterende foto's die van vroeger. Dat eigenlijk voor jou, als je dat terug ziet, dan gaan er allerlei dingen door je hoofd heen. Ja, dat zijn een en al verhalen. Ja. Dit is trouwens, dat is heel erg leuk, dat was de reunie. Hè? Dus dat moet je nagaan. Dat is, volgens mij is dit geweest... 8 of 10 jaar geleden, een reunie met de oud-Veense Flyers kampioenen. Die waren en dan werden die speelden tegen een oud-nationaal team in Heerenveen. Oké. Okay. En dat was zeker zeg maar zo'n 15, 20 jaar nadat ze de laatste keer kampioen waren geworden. Ik ben slecht in de jaartallen, hè, dus dat zeg ik er even bij. Maar dat stadion was in een half uur 4000 man uitverkocht. Hè. Dus er kwamen mensen aan de boarding, ik meen het echt, stond te huilen aan de boarding. Omdat ze hun oude gladiatoren, daar kunnen de mensen niks meer bij voorstellen nu. Nee. Maar in Heerenveen was ijshockey vele malen groter dan voetbal. Hè? Ja, dat klopt. Ik kon de dracht niet overgaan, dat is de winkelstraat in Heerenveen, door 85 keer. Hoi, hoe is het? Gaat het dit? Ja, en de voetballen, die keken ze nog niet aan hoe had het gaan, hè? Want ja, dat stelde niks voor in die tijd. Dat is natuurlijk helemaal andersom. Ja, maar in die tijd was dat wel. In die tijd was dat, hè? Wij hadden altijd 35 tot 4000 man bezoekers. Ja. Ik denk dat dit een foto is uit de Trapperstijd, of? Nee, ik denk dat dit is... nee, dat kan niet. Dit is uit de tijd dat ik recreatie-ijshockey speelde, want dat zie ik aan mijn witte handschoenen. Oh, op die manier. Nou, dat is al een latere foto. Ja, maar dat is ook mooi om te zien. Ja. Dit is natuurlijk wel... Ja, dat is de trapperstijd. De trapperstijd, met Agbo toen nog. Heel leuk, hè. En, leuk, ik ken hier trouwens... Ja, ik zie Jo Buckley helaas ons ontvallen. En de Bouka-brothers zie ik. Ik zie hier Brian Meharry. Brian Meharry, daar heb ik nou weer op Facebook als vriend. En Brian heeft gespeeld in de speelfilm die met Rob Lowe. Dat is een ijshockeyspeelfilm. Ik kan even niet op die naam komen met dat prachtig meisje, verschrikkelijk mooie billen, maar Youngblood of zo? Youngblood. Daar heeft hij in gespeeld. Okay. En hij zat in de, hij vertelde daar prachtige verhalen over dat hij in de caravan kwam van die hoofdrolspeler is een Kurt Russell. Kurt Russell is de hoofdrolspeler. Okay. En dan zat hij dan gewoon bij in de caravan te blowen, zei hij. En dan vertelde hij dat allemaal. Nou, prachtig natuurlijk, hè? En ik onvoorstelbaar denk. Een klein wereldje, het ijshockeywereldje, daar heb je dan nog steeds contacten met, hè? Met die, ik heb nog veel contact met Jack. Ik heb met Jack heel veel. Op Facebook. Ja, Jack, ik zou al 2 keer naar hem toe, maar de corona heeft natuurlijk goed in het eten gegooid. En Jack, als hij hier is, komt hij altijd bij ons. Hè? En slaapt hij bij ons thuis. En Jack de Heer is natuurlijk een fantastische vent. Ja. En op het ijs natuurlijk een beest was hij altijd. Ja, maar op het ijs eigenlijk de schat van een jongen. Er zit geen vlieg kwaad in. Hè? Helemaal niks. Hoe mensen contra kunnen zijn. En hij is dan echt wel een voorbeeld van contra. Hè? Dus, maar dat is hartstikke leuk. En ik heb met mijn vrouw afgesproken en Jack weet dat. Ja, zodra we kunnen, daar gaan we. Ja, dus hij heeft een hele leuke familie heeft hij. Hij woont ook leuk en hij is nu gepensioneerd. Pensioneerd, hè? Ja. Hij was even ziek, maar het is allemaal goed gekomen. Gelukkig wel. Dus ik heb heel veel contact met deze jongens. Frankie Jager heb ik nog veel contact, Bram nog, David nog. Ja, Teo Vergeer was natuurlijk nog steeds een van mijn grote vrienden. We zijn toen ook, het nationale team was Marumi altijd. Ja. En we zijn tegelijkertijd bij Tilburg gekomen, samen met Stefan de Ment, met z'n drieën. Ja. Vertel eens, Nico, hoe zeg ik aan dat je met Tilburg? Wij zijn toen 2 jaar nog 2 jaar bij Tilburg gebleven, of bij Eindhoven gebleven. En het laatste jaar werd een beetje werd zwakker. Ja. Sponsor, slecht geld en dergelijke. Ja, en dan vliegt jongens uit. Hè? Ja. En bij ons gingen er veel naar Geleen. Johnny Vostenbos, Michael Lauwers. Toen werd het al minder. Er ging Antoine Geest nog weg, Peter van Ooyen nog weg, Dave Livingston weg. Ja, er bleef niks over. En toen konden Theo, Stefan en ik, met Bobje Stremski, die vroeg of wij bij hem kwamen spelen bij Tilburg. En daar hebben we nooit geen spijt van gehad, want het was weer met de neus in de boter eigenlijk. Hè? Want Eindhoven, hoe je het ook kan zeggen, maar het bleef altijd een beetje amateuristisch. Ja. We hadden een fantastisch goed team. Het eerste jaar dat ik daar speelde, wonnen wij de beker. Maar in de play-offs, when the going gets tougher, the tough gets going, bleven we achter. En dat had gewoon puur met mentaliteit te maken. De meeste Eindhovense jongens, toch veel te veel vrijblijvende. Hè? Ik gaf altijd wel het voorbeeld. Toen ik uit Heerenveen terugkwam, of naar Eindhoven ging, heb ik 2 keer op het punt gestaan om terug te gaan naar Heerenveen. En dat had mee te maken, vooral... over de beleving, het spelen zelf. Mm-hmm. Ik werd er doodongelukkig van. Hè. Als wij om 2 uur weg moesten gaan, dan was ik er om 1:30 of om 1:15. En er kwamen jongens om 1:10 of 2:15 nog binnen. Aan. Hè. En als je daar niet tegen kan, want ik kwam uit Heerenveen. Als je een minuut te laat komt, dan stond de bussen niet, weet je wel. En als je in een jongense tas blijft staan, dan pakt iemand anders die tas. En iedereen daar was allemaal op zichzelf. En ik kon helemaal niet tegen, man. Ik werd er gestrest van. Je had een Larry van Wieren attitude gewend. Nou ja, dat werd, of de Amerikaanse of de Canadese. Ik weet het niet wat het is, maar ik had daar heel veel problemen mee. Ja. Kan me voorstellen. Maar ik denk wel dat Tony de Groot was daar de coach. Want later word je ouder en dergelijke. Dan kijk je ook heel veel andere dingen naar coaches en trainers. Ik denk wel dat Tony de Groot de enige trainer-coach was die van dat groepje zoveel succes had kunnen maken. Want als daar iemand op staat van, dit en daar lukt je bij die jongen. Waren jongens overigens allemaal tussen de 18 en de 22. Hè. Ik was 23, ik was veruit de oudste. Ik was de oudste. De rest hadden een derde lijn met allemaal jongens van 16, 17 jaar. Hè. Ja. En die nou allemaal nog samen met mij in recreatie-ijshockey. We zitten allemaal bij elkaar in het team. En die van Alf, Victor Garcia, Alwin van Dorenmalen, Berry Swinkels, Roel Bannenberg. Spelen allemaal nog in de LCT's. Wij spelen één keer per week spelen we nog. En allemaal die oude jongens. En dan komen deze verhaal allemaal weer door. Ja, dan komen ze wel op tijd. En dan komen ze nog steeds niet op tijd. Dat is echt niet gek. Maar ik ben er inmiddels aan gewend, dus ik kom ook niet meer op tijd. Want ik ben wel een zuideling geworden wat dat betreft. Oh ja, hou op. Maar goed, je hebt natuurlijk genoeg dingen meegemaakt. Het nationaal team. Toch ook wel dingetjes, misschien ook nog wel eens anekdotes van dat je zegt. Ja, nou, dat is een heleboel leuk hè. Ene leuk, kijk hier zit de Chico, mijn grote vriend Leo Koopmans. Natuurlijk. Ja. Hier zie ik hem als coach. Dat was naar Australië. Ja. Een van onze mooiste trips met het nationaal team. We zijn naar Australië geweest. We hebben twee hele mooie trips gehad, ooit. Australië en we zijn een keer naar Alaska geweest. Alaska, bovenin in Canada. En wat verschillen ze ook niet. Hier was het, in Australië was het denk ik 30, 35 graden. En dat is al min 35, weet je wel. Dus het zijn ook wel twee uiteinden, maar het zijn wel de twee mooiste trips die we ooit mee hebben gemaakt. We gingen naar Alaska toe en Leo Koopmans, nou je kent hem, jij hebt natuurlijk langer in het nationaal team met hem gespeeld dan ik. Ja. Maar Leo was wel mijn trainer toen ik bij de B-junioren speelde. Bij Heerenveen? Bij Heerenveen. Okay. En dan trainden we zelfs 's ochtends vroeg. En Leo heeft mij één keer, mijn moeder had mijn tas beet. En dan kwam ik zo op de ijsbaan en toen keek hij zo naar mijn moeder en toen zegt hij, are you gonna play with us? En toen zei mijn moeder, no, why? En toen zei hij, ja, because... Mijn moeder liep met mijn tas, weet je wel. En mijn moeder die begreep het en die zei meteen, die gaf meteen die tassen mee. Dus ik met die tas... Dat maar die niet meteen. Maar ik heb wel geleerd. Ja. Mijn moeder zei van, kijk... Zo moet dat. Zo is het afgelopen. Dat is ook afgelopen. Dus altijd, hè, moest altijd zelf. Dus, en mijn moeder heeft mij daarna ook nooit meer op de ijsbaan gebracht. Overigens deed ze dat nooit zo vaak. Dat moest ik zelf allemaal doppen. Maar dat deed Leo en dan later werd ik speler van hem, later werd hij coach van mij met het nationale team en hij is nog steeds een vriend van mij. En dat ene jaar dat wij kampioen werden met Kemphanen, met de beker wonnen, maar niet kampioen, we werden hun kampioen met Groningen. En de beker was de Hebro Cup. Ja. En Leo altijd, en dat zie je ook wel eens op Facebook voorbij komen, dan zei hij altijd van... De Hebro Cup is geen Europa Cup, Nicootje. De ijshockeys die kennen Leo wel. Ja. Dus in Alaska bijvoorbeeld, daar moesten we tegen de Gold Kings spelen. En die jongens die waren helemaal gek. Men speelde zonder helm en die zaten te snuiven in de catacomben en moesten wij tegen spelen. Maar toen was ook zo'n baan waaronder stonden ze boogschieten. Nou, moesten ze 's ochtends trainen. En op een gegeven moment, waar is Leo? Ja, die is er niet. Komt hij op thuis? Heeft hij die helm, zo'n oud Joven-helmpje uit die op zo. Allemaal pijlen door zijn helm gestoken. Zo'n boog zo achterop, zo. En dan kwam hij hem voor. 3, 4 zwarte strepen gemaakt. En kwam zo het ijs op. Dat is Leo, dat moet eruit. Dat was onvoorstelbaar. Die had een humor. Alleen maar, hè. En in Australië bijvoorbeeld. Jij kan hem wel invullen waarom, maar we waren toen... was toen 35 graden, dus we gingen een dagje naar het strand. Naar het strand toe en die gekke Holmberg, die zwemt daar. Fred Holmberg, op zijn rug. Nou, bel ik nog, hij is op zijn rug, staat Koopmans aan de zijkant. Shark! Jij weet wel waarom. Het zit in de neus, hè? Ik voel het wel. Ik had er wel in, hè? Die Koopmans hebben allemaal van die humor, hè? Oh, joh. En nog steeds, hè? Ik heb nog steeds heel vaak contact mee. Ach ja. Moeten we de goede samen doen? Ja, dat zal ik doen. Dan moet ik hem op Facebook gaan zoeken. Nee, dat kan niet, want hij zit niet op Facebook, maar dan moet je zijn vrouw pakken, Wendy. Oh, oké. En die doet alles samen, dat doen we daarna. Hij stuurt ook filmpjes en alles. Ja, dat is heel leuk, ja. Hij is nog steeds gek. Maar goed, ga het eventjes terug in het ijshockeyverhaal. Op een gegeven moment ben je gestopt met een actieve carrière. En ben je op een gegeven moment, dat is eigenlijk hetgeen waar je op dit moment naast jouw maatschappelijke carrière natuurlijk ontzettend veel tijd in steekt, Nico. Ja. Kemphanen Eindhoven. Ja, dat klopt. Ik vind het nogmaals schitterend complex. Ik heb het altijd gevonden. Het is een prachtige ijsbaan. Je zit zelf al aan van jammer dat het eigenlijk niet en nog steeds niet van de grond, maar daar liggen toekomstmogelijkheden, denk ik. Nou goed, vertel eens. Nou ja, Ik ben al een keertje eerder ooit als bestuurslid daar ingestapt. En toen was het nog met Benelink gebeuren. En dat was in de tijd toen ik nog eigenaar was van de Björn Borg winkels. Was ik ook bij steeds sponsoring. En toen zag ik al dat het behoorlijk allemaal haperde, et cetera. En ik heb altijd mijn ideeën ergens voor. Nou, je kunt die ideeën wel hebben, je kunt alles wel roepen. Maar je kunt er ook proberen zelf wat aan te doen. Nou, ik heb proberen toen wat aan te doen. En, maar na 2 jaar zag ik wel, dit gaat hem niet worden. Dus dan heb ik gezegd van, nou, ik doe hier niet meer mee. Nou, 4 jaar later of 5 jaar later waren ze weer aan het struggelen. En één vriend van mij zit in het bestuur. En die zegt eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen. En we willen vanuit de jeugd weer een plan maken, et cetera. En ik zou graag willen dat je er weer bij wil. Nou, samen met nog 3, 4 anderen zijn we ingestapt. Wij kijken anders naar het ijshockey dan het huidige ijshockey. Nou, ook denk ik dan meerdere clubs. En daar hebben we ingezet. Zo'n 5 jaar geleden. Dit wordt volgens mij het 5e seizoen. En wat zien wij? Dat, wij zien dat onze club steeds groeit. Zelfs, meer leden? Ja, wij steeds meer leden. Ik denk dat we bijna de snelst groeiende ijshockeyclub van Nederland zijn. En we zijn, als we mogen geloven van de Nederlandse IJshockeybond, zijn we een van de financieel sterkste, stabielste clubs. En dat heeft mee te maken dat wij anders ernaar kijken. En het eerste is bij ons niet leading. De jeugd is bij ons leading en het eerste komt wel. Dat wil niet zeggen dat we niks met het eerste doen. Nee, nee. Dat is weer iets heel anders. Nee, ja. Maar, en wij vinden dat je ijshockey alleen maar kan spelen met grote groepen. Dus dat betekent dat je in een leeftijdscategorie van, ik noem maar wat, de U9 of al die leeftijden zijn weer veranderd. Ja. Maar je moet geen 6 of 8 kinderen hebben. Je moet er 20 hebben, het liefst 30, het liefst 40. Ja. En daar moet je dan maar mee gaan schipperen. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk hele andere. Hoe ga je dat nou voor elkaar krijgen? Nou, dat krijg je deels door werving. We hebben een hele leuke ijshockeyschool. Nou, als je bijvoorbeeld bij ons op de ijshockeyschool komt, bij de meeste clubs, dan moet je. Is het lastig, dan krijg je een pispothelmpje op en een halve stick. Wij hebben voor gezorgd dat iedereen die komt, die krijgt een helm op. Helemaal custom made, dus die zit vast, want je kunt ze allemaal verstellen. Er zijn allemaal nummertjes achterop, ja. Er staat een masker, ook met een masker, bij de anderen niet. De eerste 2 jaar hadden we dat nog niet, maar doordat we steeds meer leden krijgen, heb je steeds meer contributies. En hou je steeds meer geld. We hebben een verdienmodel met shirts, ik zal er straks iets meer over vertellen. En daardoor krijgen wij steeds meer geld in kas en niemand hoeft er rijk van te worden. Nee. Wij hoeven er geen geld van te verdienen. Nee. Maar we kunnen het wel investeren. En we kunnen leuke dingen doen voor de jeugd. En daardoor blijven ze. En wij vinden dus ook dat je iets moet hebben voor je topspelers. Voor je middenspelers. Maar ook voor je onderkant. En het allermoeilijkste met ijshockey is natuurlijk dat we geen hockey... Eerste elftal, tweede, derde elftal, zoals bij voetballen. Dan kan je de Madeliefje voetballers in de Madeliefje team zetten. En de jongens die echt 4 keer in de week willen trainen, die zet je bovenin. Ja. Nou, maar dat gaat bij ijshockey niet. Bij ijshockey heb je en je Madeliefje speler en je topspeler in 1 team. Ja. En ga dat maar eens managen. Ja. Nou, dus wat zeggen wij? Tot en met de U16. Dat komt ook niet zomaar uit de grond. We hebben goed gekeken waar vallen de meeste kinderen af, om welke leeftijd. En dat is meestal tussen de 12 en de 14. En hoe komt het nou vaak dat ze tussen afvallen? Dat komt omdat ze eigenlijk geen wedstrijden spelen. Dus ze mogen wel mee naar Den Bosch, maar ze komen maar 2 keer op het ijs in Den Bosch of helemaal niet op Den Bosch. Nou, jij en ik weten waar we over praten dan. Ja. Een buitenstaande snapt dat niet helemaal. Maar als kind zijn is niks erger dan 2 of 3 keer in de week trainen. En, en dan nog eens een keer het pestgedrag wat dan daarbij komt kijken. Ja. En dat proberen wij in de kiem te smoren. Omdat wij zeggen, iedereen heeft evenveel ijstijd. Als ik gebeld word, zit in de technische commissie. Als ik gebeld word door moeder A, Jantje is naar Den Haag geweest. Maar Jantje heeft maar 1 keer in de wedstrijd, heeft maar 1 keer op het ijs gestaan in periode 3. Dan is het eerste wat ik doe, dan bel ik de coach op en dan zeg ik, hey Pieter, zo heet ze niet, maar dan zeg ik, Pietje, luister. Wat is er gebeurd met Jantje? Want de moeder, ik krijg een telefoontje, heeft mij 1 keer op het ijs gestaan. En dan komt het meestal met, ja maar. Ik zeg, nee, ik vraag niet om ja maar, ik vraag, is dat zo? Is dat zo? Dus is het ja? Ja. Ik zeg, wat hebben wij afgesproken? Ik zeg, luister, en dan zeggen we het echt één of twee keer, maar de derde keer doen we het niet. Dan zeggen wij de spullen inleveren, wegwezen. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd, want wij... Plezier in het ijshockey is heel belangrijk, hè? Plezier is het allerbelangrijkste. En wat zie je dan? Dat het heel langzaam aan wel gaat. Mm-hmm. En dat je dus groeit. En dat het bij ons jongens niet zo snel stoppen. Ja. En dus we groeien. Ja. En we zijn 5 jaar geleden begonnen. En al die, dat is eigenlijk... en we hebben 1 groep, dat is eigenlijk onze U13, dat is een kleine groep. En de anderen zijn allemaal groepen van 15, 17 of 22 of meer. Mm-hmm. Nou, dat komt bij de meeste clubs niet voor. Nee. Maar dat betekent ook een verdienmodel, Klaas. Dat is wel mooi. Dat is ook een verdienmodel. Ja, maar goed, er gaat. Ja, we investeert om hem te bereiken. Ja, en of je ijshuur is €150 of €150 per uur. Of er nou 7 jongens op dat ijs staan met een trainer. Ja. Of er staan er 25 of 30. Klopt. En als je het goed organiseert. Als ik in Tsjechoslowakije kom kijken, staan ze met z'n 60 op het ijs. Ja. Hey, wel met 6 trainers. Maar het is allemaal te regelen. Het is allemaal te doen. Ja. Nou, en daar zijn we nog niet bij. Daarbij komt, als je daarover na gaat denken. En er gaan veel meer jongens op het ijshockey. Dan betekent het dat er straks op elke school misschien wel 1 of 2 jongetjes zitten die op ijshockey. En eigenlijk moeten we naartoe dat het juist. Eigenlijk moeten we naartoe dat in elke klas iemand zit die ijshockeyt. Ja. Daarom is dames-ijshockey ook belangrijk. Niet zo blind om dat top kan natuurlijk nooit. Een dame kan nooit zo goed als een man worden. Ja. Maar dat is toch helemaal niet erg. Maar het is wel heel belangrijk als uithangbord dat in de klas, ik speel ijshockey, dat een jongetje zegt, dat wil ik ook wel. Dat wil ik ook wel. Ja, nu zeggen ze, ik zit op hockey of zit op voetballen. Ja. Maar mensen moeten dat laten vallen. Nico, hebben ze jou nooit benaderd om in de bond bestuur te komen? Ja, dat hebben ze wel gevraagd. Ja. Maar nog niet. Nog niet. We gaan eerst... Dat komt nog. Ik zeg nooit, maar we gaan eerst van Eindhoven iets moois proberen te maken. En dat, we zijn al goed op weg. Ja. En ik ben gewoon gepassioneerd voor die sport. En ik probeer alles te doen. Je kent het. Ik ken jou. Ik heb niet voor niks in het zakenleven dat je ook verder bent gekomen en nog ver bent. Ik bedoel, je doet het hartstikke goed. Eindhoven, dat je nou bent op de rit ontzetten. We kunnen uren praten over het hele gebeuren. Want als we elkaar zien, dat is van blablabla. Dat is altijd, hè? Ja. Eén ding wil ik nog even als laatste. Jullie golven. Vertel eens van, dat is, een paar woorden van, je komt elkaar eigenlijk helemaal tegen. Ik golf zelf niet. Nee. Maar elk jaar wordt er door Antoine Geest en Patrick Colijn een jaarlijkse golfdag georganiseerd. Okay. IJshockey golfdag heet dat. En ze gaan elke keer naar een andere baan en elke keer krijgen ze voor elkaar de mooiste banen te organiseren. Mm-hmm. Daar gaan ze dan vanaf 12 uur inslaan. Een rondje lopen. Antoine doet het prachtig, dat die 5, 6 jongens die elkaar allemaal een beetje kennen bij elkaar zet. En dan na de avond lekker borrelen en dergelijke. En dan eten we daarna met z'n allen. Ja. Nou, dan snap je wel dat alle verhalen gaan. En het mooiste is natuurlijk dat ik jongens soms maar 1 keer per jaar zie. Maar ik zie ze weer. Ja. Hun zien mij weer. Of om mij gaat het niet, maar om elkaar weer te zien. En dan alle verhalen weer die ik net hier vertelde. En natuurlijk de ijshockeyverhalen ken jij wel. De meeste zijn met gesloten deuren. Hè? Dan zeggen we altijd, die gaan daar weer alle kanten op. En dan is het 1 keer lachen, gieren, brullen. Ja. Af en toe ook een andere noot. Maar is prachtig. Dus er doen sponsoren mee, scheidsrechters mee. Leuk. Officials. Heel veel oudspelers, nationale teamspelers, maar ook recreatieteamspelers. Het gaat ook niet om ons dat je alleen maar mee mag doen omdat je als je een nationaal team hebt gespeeld. Nee, het gaat erom de ijshockeycommunity groot te maken en elkaar kunnen helpen. En dan kan je heel veel doen. Hè? Wij doen veel meer dan ik alleen. Hè? Ja. Dus samen moet het doen. Samen moet je alles doen. Best, hè? Ja, dat dan wel over teamsport gaat ijshockey. Precies, hè? Daar is het precies. Okay. Hè? Ja. Nico, bedankt voor jouw komst, jongen. Nou, graag gedaan. Leuk. Ik vond het hartstikke leuk dat je mij uitgenodigd hebt. Graag gedaan. Ik ben misschien wel een waterval, maar sorry. Geen probleem, de groetjes thuis. Ja, doe ik. Jij ook, en vrouw. Doen we, jongen. En we zien elkaar, hè. Bedankt. Klaas, bedankt, hè. Oké, dat was het dan weer voor vandaag. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer. Dit programma wordt u aangeboden door i13 Media. Uw livestream specialist van alle soorten events.